Als pingpongballen zo groot waren ze. De daken van honderden auto's in Apeldoorn raakten beschadigd door noodweer. Goedenavond. Hagelstenen dus, maar ook bliksem richtte behoorlijk wat schade aan. Een treinmachinist raakte gewond, er ontstond her en der brand en we zijn er nog niet vanaf. Ik geloof dat het morgen ook weer flink kan gaan exploderen. En de mooiste persfoto ter wereld in chocola. Als de kwast helemaal dik en hard is geworden, dan werkt het sneller als je hem even schoon likt. En toen was daar gisteravond opeens de keerzijde van de hitte en het warme weer. Donder, bliksem en hagel. Vooral in Apeldoorn heeft het noodweer flink huis gehouden. Daar vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen en hadden auto's na afloop daken die leken op een maanlandschap. Volgens plaatselijke autoschadebedrijven hebben honderden, zo niet duizenden auto's schade. Ja, dit kwam er gisteravond ineens in Apeldoorn naar beneden op de velden van Groenwit 62. De bui was heel lokaal. In Apeldoorn zijn alleen de wijken Zevenhuizen, Osseveld, De Maten en Woudhuis getroffen. Het was schrikken voor veel bewoners. Ja, het waren ook echt pingpongballen. Zo groot, ja. Je hebt geen idee wat je overkomt. En het is misschien 30 seconden geweest, maar het was een hele rare ervaring. En deze schade hebben die hagelstenen aangericht aan het dak van de caravan van Peter van den Berg. Ook zijn auto kon hij niet meer op tijd wegzetten. Over en sluiten. En allemaal bultjes. Ja, laat me nog eens even kijken. Wijtjes wat dan? Nou, ik weet niet of hier zit er een behoorlijke. Daar zit een behoorlijke. Hier zit er een. Vrienden die hebben nog geprobeerd met dekbedden over hun auto te leggen. Maar het was in de fractie van een aantal seconden, zou je zeggen, was het raak. Hier zitten ze. Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Bij de Apeldoornse autoschadebedrijven stonden echt waar wachtrijen. Ik heb twee bedrijven gebeld en één bedrijf zei ze van nou lama. Dus nu hier maar. Dus we gaan wachten en dan hopen dat het allemaal goed gemaakt wordt. Het betreft echt honderden, zo niet duizenden auto's die getroffen zijn door die hagelschade. Ik denk dat het zo op het eerste oog niet zo te zien is. Als u eronder door kijkt dan... Ik dacht dat het er 10 waren, maar volgens de expert waren het op de motorkap al 40. Als u een speciale lamp eronder zet dan... Schijn je dat allemaal iets beter te zien. En je wil graag een nieuwe auto altijd houden. Maar ja goed, het eerste deukje moet altijd hier komen. Alleen dit waren er heel veel. Ja, dan ben je echt een pineut. Maar het was gisteren 37 graden en de temperatuur van het asfalt was gisteren op sommige plaatsen zelfs 52 graden. Hoe kan het dan dat er dan zulke ijsballen naar beneden komen? Nou, dat komt door de stijgende hete lucht. Die neemt de regendruppels weer mee naar hogere luchtlagen. En daar bevriezen ze. Het kan zo hard stromen, die lucht, dat die druppels weer mee omhoog genomen worden en ja, ze bevriezen. Ze kunnen als ijsdeeltjes weer omlaag vallen, bevriezen opnieuw. Ze groeien weer aan een beetje en zo krijg je een soort uienschil effect in feite. Dat er allemaal laagjes zijn. Als je zo'n hagelsteen door midden zou zagen, dan zie je allemaal laagjes daarin terug. Het noodweer bracht niet alleen hagel, maar ook onweer. Overal waren bliksemschichten te zien die op veel plaatsen insloegen. Zo raakte de machinist van de stoptrein van Apeldoorn naar Deventer gewond... doordat de bliksem insloeg in de bovenleiding. De treinmachinist blijkt het slachtoffer van iets dat door de onweersklap van de bovenleiding is losgeraakt. Hoe groot de klap was, is te zien aan de gebroken voorruit. De machinist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht... De 19 passagiers zijn na uren wachten door een andere trein opgehaald en naar Apeldoorn gebracht. Het spoorvak tussen Teugen en Twello was tot vanmorgen vroeg gestremd. Ja, de blikseminslag zorgde ook voor veel branden in onze provincie. Vooral huizen met een rieten kap moesten eraan geloven. Bliksem barst van de energie. Als hij inslaat, kan de uitwerking verwoestend zijn. Het zijn hele hoge spanningen, hele hoge temperaturen. Dus ze kunnen heel snel ook iets in de brand zetten. Stel dat er nog een bliksem inslaat in deze boom, die gaat zich door de bodem verspreiden en eerst staat langs het oppervlak. En die stroom die loopt van een hoge spanning naar een lage spanning. En elke meter zie je dan een spanningsverschil van een paar honderd volt in de bodem ontstaan. Dus als je die benen verder op elkaar hebt staan, dan heb ik hier zo al een paar honderd volt staan. En dan, dat kan door mijn hart heen gaan en dan is het gebeurd. Hè? Dus benen dicht bij elkaar houden en naast elkaar. En hurken. Nou, je zou kunnen denken, ik woon lekker in het centrum bij die hoge kerktoren. Die kerktoren is vele malen hoger en daar zit een mooie bliksemafleider op. Maar kijk je nou goed, dan zie je ook dat er een bliksemafleider zit op het schip van de kerk. Op het veel lagere deel, wat nauwelijks boven de daken van de huizen uitkomt.
En die bliksem, ja, als die van zo'n wolk komt van een paar kilometer hoogte, die laatste paar meters, die schiet met zo'n noodgang omlaag, dat hij nog even af moet buigen naar die kerktoren. Nou, die schiet kan ook zo doorschieten naar het huis. Je moet rekening houden met het feit dat allerlei leidingen nog het huis binnenlopen. Dat kan een gasleiding zijn, een waterleiding is berucht. Dus ga niet douchen tijdens zwaar onweer. Maar ook een ouderwetse telefoon is gevaarlijker dan een modern mobieltje. Omdat er een kabel aan zit, die gaat ergens je muur in en die gaat naar buiten de straat in ergens. En er zit op een KPN-aansluitpunt ergens. En ja, als daar de bliksem inslaat, dan komt dat ook bij jou terecht. Ik heb nog niet het weerbericht in detail kunnen bestuderen, maar ik geloof dat het morgen ook weer flink kan gaan exploderen. Ja, of het dit soort noodweer nog meer gaat geven, dat horen we straks van Reinier van den Berg. Duidelijk is in ieder geval dat de hitte nog niet voorbij is, maar het warmterecord is nog steeds niet verbroken. Dat werd gehaald in Warnsveld op 23 augustus 1944. 38,6 graden mat huisarts en weeramateur Johannes Taten toen. Zijn zoon Henk Taten heeft die notities daarvan altijd bewaard. Ruim 70 jaar later keert hij terug naar de plek van de meting, bij het huis in Warnsveld, waar inmiddels huisarts Erik van Binsbergen woont. Dit weershuisje dat stond hier 2,5 meter hoog. En hier een opening, een deurtje, waar hier de temperaturen en de hygrometers in stonden. Warnsveld die kwam op de kaart. Mijn vader was een ras Warnsvelder en eigenlijk was dat zijn trots dat Warnsveld ook gezien het warmterecord overal in de boeken stond. En nu nog steeds ook hoor. Hij zou met de oortjes gespitst hier glinsterend zou hij dit aan willen horen. Ja, ja. Hij heeft drie metingen, deed hij. Ja, hij deed drie metingen. Dat is... 8 uur, 14 uur. En hier 7 uur 's avonds, 38,6. Ik heb begrepen dat het nog steeds niet gebroken is. Nee, vandaag is het nog niet verbroken. 38,3 geloof ik in Zuid-Limburg. Ja, in Maastricht geloof ik. Ja, maar het is nog steeds gehandhaafd. Maar ze verwachten eventueel zaterdag. Hè? Ja, wie weet zaterdag. Verwachten ze een piek, maar wij treuren daar niet om. Ik zeg al, mijn vader die vindt het prachtig, deze heibel eromheen. Die vindt het prachtig. Kijk eens. Ik denk een beetje een reactie van mijn vader is dit hoor. Ja. Ik denk van nou, nu moet het maar afgelopen zijn. Zondag mag hier weer beklommen worden, de Nijmeegse Stevenstoren. Tot groot plezier van de torenwachter. Hij is heel erg verliefd op de toren. De 60-jarige buschauffeur van Connection, die mobiel belde tijdens een rit, had niet op staande voet ontslagen mogen worden. Maar aan het werk bij de busmaatschappij mag de chauffeur niet meer. Zo luidt de uitspraak van de rechter vandaag in een kort geding dat de Arnhemse chauffeur had aangespannen. Ontslag op staande voet vindt de rechter een te zware sanctie. Maar er is nu sprake van een vertrouwensbreuk en daarom kan de chauffeur niet meer aan het werk. De camerabeelden die in de bus zijn gemaakt zijn gebruikt als bewijsmateriaal en dat mag, zo oordeelt de rechter. De chauffeur geeft via zijn advocaat aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Het begint aardig op een klucht te lijken. Groesbeek en het Duitse Kranenburg praten al ruim 8 jaar over de doortrekking van een weg die een snellere verbinding is tussen de twee buurplaatsen. Maar in Nederland is de openstelling blijven hangen in geharrewar over uilen. De Europese gedachte van vrije verkeer van personen en goederen komt het beste tot uitdrukking in de grensstreek. Behalve in Groesbeek. Want tot voor kort mochten automobilisten hier niet de grens over. Mensen die hier een beetje in de buurt zijn bij zo'n grensovergang, is het toch te zot dat je dan helemaal om moet rijden, omdat je hier deze weg niet langs kan. Punt was dat uilen in de buurt last zouden hebben van het verkeer. Groesbeek trof maatregelen, waaronder verlaging van de snelheid, en opende vorige week eindelijk de weg. Maar prompt daarop kwam de Rijksoverheid met het bericht dat de weg weer dicht moet op straffen van 75.000 euro per dag. De zaak begint langzamerhand vervelend te worden. Ik heb van de week een keer gezegd van, kan iemand me een stoel bezorgen waar ik niet meer van verbazing af ga vallen? Gisteren heeft de rechter bepaald dat de weg tot 1 augustus open mag blijven om alle partijen nog eens goed aan het woord te laten. Omwonenden vinden trouwens dat de weg weer dicht moet, maar ze willen niet voor camera reageren omdat ze zeggen agressief benaderd te worden door mensen die gewoon lekker willen blijven doorrijden. Zo zijn de bewoners van het huis hierachter volgens de buurt zelfs al 2 keer met de dood bedreigd.
Als het aan de bewoners ligt, gaat de weg zo snel mogelijk weer op slot. Het kostte 3 ton, maar dat was het meer dan waard. Dat is de conclusie van de gemeente Apeldoorn over het WK beachvolleybal, waarvoor gisteravond in Apeldoorn de laatste wedstrijden zijn gespeeld. Apeldoorn was een van de 4 speelsteden en had een beachvolleybalveld op het midden van het Marktplein. Dat leverde de ondernemers in de binnenstad veel extra klanten op. 250.000 bezoekers. 20% meer in de binnenstad aan bezoekers. Dus daar zit een economische spin-off in. Een soort saamhorigheidsgevoel van yes, Apeldoorn bij Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in dat rijtje. Ja, we staan er wel, ja. Ze hebben het zelf zo goed en daarom willen ze wat doen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Zorgboeren in de omgeving van Doetinchem hebben vanochtend 240 kroppen sla uit de grond gehaald. De eerste oogst van het project Vriendentuinen, waar 11 Achterhoekse zorgboerderijen aan meedoen. We hebben nou wel een enkel kropje geprobeerd en hij is heerlijk mals. Vanochtend geoogst, vanavond op tafel bij de 220 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank Doetinchem. De zorgboeren die aan het project Vriendentuinen meedoen, verbouwen verschillende groenten op een lap grond bij hun boerderij. Belangeloos. Eigenlijk vanuit de gedachte dat wij het zelf gewoon heel erg goed hebben. Kom mee naar buiten. Het probleem is dat wij op het ogenblik heel moeilijk aan verse spullen kunnen komen. En het is van groot belang dat er mensen zijn die gezegd hebben, weet wat wij gaan doen. Wij gaan groenten en aardappelen verbouwen voor jullie. Het is de bedoeling dat de zorgboeren in de toekomst ook de voedselbanken van Montferland en Achterhoek Oost gaan voorzien, zodat in totaal 720 gezinnen met weinig inkomen in de Achterhoek vaker verse groenten op tafel hebben. En volgend jaar gaan we zeker door, want dit is nog maar een opzetje. Het is het allereerste opzetje en het is wel de bedoeling dat we hiermee verder gaan. Het is Nijmeegs trots, de Stevenstoren. Een jaar lang is eraan gerestaureerd, maar de bouwsteigers zijn weg. En er kan weer genoten worden van het uitzicht hoog boven Nijmegen. En dat is nou precies wat torenwachter Peter Kuipers nu met volle teugen doet. Een jaar lang was hij verborgen achter bouwsteigers. Maar komende zondag is hij weer open voor publiek. De Stevenstoren in het hart van Nijmegen. En die toren staat praktisch in de voortuin van torenwachter Peter Kuipers en zijn vrouw Janne. Hij is wel heel vaak in de toren. Beetje verliefd op die toren? Heel erg. Hij is heel erg verliefd op de toren. Ja. Maar u komt nog steeds op de eerste plaats? Jawel, gelukkig wel. Jawel, ik kom nog steeds op de eerste plaats. Jawel. En daar gaat de torenwachter weer. Zoals meestal wel een paar keer per dag. Voor de toren gesloten werd voor restauratie trok de Stevens wel 4000 bezoekers per jaar. 4000 mensen die tree voor tree zich omhoog werkten om van het weidse uitzicht te kunnen genieten. En dat zijn best veel traptreden. Nou, we ronden het netjes af op 200 treden. Dat is voor iedereen makkelijk te onthouden. En het verveelt nooit? Het verveelt nooit. Nee, geen ene keer. Bevrijding, zo voelt het voor torenwachter Kuipers dat zijn toren is ontdaan van de bouwsteigers. En voor de komende bezoekers wacht een nieuw uitzicht. Een blik op de ruimte die gemaakt wordt voor de rivier. Ja, dit is natuurlijk een perfecte plek om de werkzaamheden van de Nevengeul te bekijken. Je kunt de hele lengte van 4 kilometer werkzaamheden kun je hier volgen. En je ziet bijna per week zie je de voortgang van het hele grote project. De torenwachter heeft onlangs bedacht dat het mooi zou zijn om belangstellenden een paar keer per jaar de mogelijkheid te bieden een zonsopgang boven op de toren af te wachten en te zien hoe de stad onder hun voeten tot leven komt. Ik ben een keer 's morgens om 5 uur de toren opgeklommen in het donker. Want ik wilde me eens een beeld vormen hoe het is, zo'n stad in het donker en te zien ontwaken als de zon opkomt. Ik kan je verzekeren, dat is een fenomenaal prachtig gezicht. Je hebt de stilte van de stad, het leeft nog niet, het slaapt nog.
En dan als de zon zo over de horizon verschijnt, dan zie je ook het leven in de stad, in de pleinen zie je weer langs komen. Het klinkt misschien een beetje emotioneel, maar ik moest toch wel een traantje wegpinken. Zo'n prachtig gezicht is dat. Vanaf komende zondag dus kunnen de 200 treden weer worden beklommen. Ja, van deze kerk in Nijmegen gaan we naar die andere kerk in Zutphen. Want daar, in de Sint-Walburgerskerk, zijn volgende week de mooiste persfoto's ter wereld voor het eerst te zien. Op de World Press fototentoonstelling, ook de winnende foto van een homostel in Rusland zal er te zien zijn. Gemaakt van chocola. Is het nou een mooie foto om in chocola te schilderen? Ja, hij heeft mooi de kleuren al van de chocola. Dat is dus heel mooi toevallig. En er zitten heel veel accenten in, licht en donker. En je hebt maar drie kleuren met chocola. Dus, lijkt me toch heel anders schilderen dan met verf? Is het ook, want het droogt heel snel. Ook aan je kwast, die is elke keer droog. Dus die moet je wel in de chocola houden. Maar als je hem weer te ver in, dan kom je zelf weer helemaal onder. Ja, het is heel anders werken. En kan ik hem nou aan de wand hangen en dat hij daar dan een aantal jaren goed blijft? Ja, dat kan. Want daar hangen er al door de jaren heen schilderen. Sommige zijn al 10 jaar oud. En ze blijven nog gewoon goed. Er komt een beschermlaag overheen dat de kleuren wat meer tot z'n recht doet komen. En je moet hem natuurlijk niet in de zon hangen of zo, of boven de verwarming. Maar ja, ze hangen nog. Wel een beschermlaag, dus je kunt er niet meer aan likken. Nee, dat kan dan niet meer. Maar ja, het is op hout geschilderd, dus dan krijg je ook allemaal splinters in je tong. Dus. Neem je af en toe ook wel even een likje? Ja, je vingers zijn natuurlijk zo... zitten onder en dan... of als de kwast helemaal dik en hard is geworden, dan werkt het sneller als je hem even schoonlikt. En dan weer verder gaat als dat je hem in het warme water, dat is ook zonde. Lekker? Ja, heerlijk. Wou je proeven? Nee, dank je. De World Press fototentoonstelling in Zutphen is vanaf woensdag te zien in de Sint-Walburgerskerk. En 20 juli geeft de maker van de winnende foto, de Deen Mats Nissen, een lezing. Dan ziet hij ook voor het eerst de chocoladeversie van zijn foto. Ja, de grote vraag, wat doet het weer de komende dagen? Dat horen we van Renier van den Berg. Zware onweersbuien gisteravond in Gelderland. U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Maar ook met als resultaat schade, branden. Zoals deze boerderijbrand in het buitengebied van Bennekom. En ook op andere plekken veroorzaakte blikseminslag schade en een aantal branden. Maar vandaag was het gelukkig weer een heel stuk rustiger. Op de satellietbeelden zien we die onweersbuien nog wel duidelijk terug. Gisteravond, afgelopen nacht, wegtrekkend naar het noorden en plaatsmakend voor het veel rustigere weer van vandaag. Met in de middag uiteindelijk wel wat stapelwolken en hoge temperaturen. Toch wel weer her en der tot de tropische grens van 30 graden. En vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. We krijgen een zwoele zomernacht. Minimumtemperaturen niet veel lager dan 21 graden. Terwijl de wind naar het oosten gaat draaien. Ja, en dan morgen. In de ochtend zon en snel oplopende temperaturen. Maar dan in de loop van de middag vorming van een paar onweersbuien over het oosten van Gelderland, denk ik. Heel veel plekken blijft het morgen droog, maar met name in de Achterhoek, daar kan het morgenmiddag dus wel even gaan omweren als de hitte wordt verdreven. Want heet wordt het in de Achterhoek, maximum temperaturen tot 35, misschien 36 graden. En in de loop van de middag verkoeling als de wind gaat draaien naar het westen. Het trekt dus een gebied met een paar onweersbuien, met name over het oosten van Gelderland, waar die buien ontstaan. De voor en de achter zien we veel zon. Meer onweersbuien, overal misschien wel in Gelderland, op de broeierige zondag met 28 graden. Daarna vriendelijk zomerweer, temperaturen 25 tot 28, maar woensdag slechts 21 graden. Dit was Gelderland Vandaag. Schade dus door enorme hagelstenen in Apeldoorn en branden door blikseminslag. De keerzijde van warm zomerweer was merkbaar in Gelderland. Tot zover. Meer nieuws op gld.nl. Zo is er een groot watergevecht vanavond midden in Doetinchem. De beelden ziet u natuurlijk straks op onze site. Fijne avond nog. Goed begin van uw weekend. Dag.